Je hoort het vaak als oplossing voor de woningnood onder studenten en vluchtelingen. Zet ze in leegstaande kantoren, want daar hebben we er toch genoeg van in Nederland. Nou, is natuurlijk leuk, maar hoe maak je zo'n leegpand nou op een snelle, goedkope manier geschikt voor bewoning? Noveflex in Weerselo maakt woonmachines uit klapbare woningen. DFT-TV trok naar Twente om te zien hoe ze werken. De woonmachine is een bijzonder apparaat, zeker omdat hij zijn afmeting goed mee heeft. Hij kan door een standaarddeur van 80 en 90 centimeter, dus hij is heel makkelijk inzetbaar in leegstaande panden. Aan deze kant hebben we het keukenunit. Daar zit in een magnetron, een fornuis, eigenlijk alles wat je nodig hebt om te kunnen koken. Water, afvoer, noem maar. Deze woonunit is bedoeld voor onder andere vluchtelingen, maar ook voor studenten, expats. Het kan ook voor zorg gebruikt worden. Eigenlijk is het zo dat deze machine kan dus in leegstaande panden worden gebruikt, maar ook in tenten of in soort van containers. Daar kan je ook aan denken. Deze machine rij je in en je kan wonen doordat je een wasmachine hebt, een droger, een magnetron. Je kan koken, alles wordt hier voorzien, zelfs een televisie. Er is veel interesse vooral van op dit moment overheden, gemeentes, die dit natuurlijk gaan inzetten voor onder andere vluchtelingen, wat natuurlijk op dit moment erg aan de orde is. Wat kost zo'n woonunit nou? Nou, deze moet je ongeveer denken aan 17.500 tot 20.000 euro. Daartussen ligt de prijs. Maar goed, er kan ook wat aanpassingen gaan gebeuren, dus in principe tussen de 17.500 tot 20.000 euro. De woonmachine is aangesloten op de navelstreng en dat is de slang hier, die hierboven langs gaat. Daar gaat de afvoer, de aanvoer en afvoer van water doorheen en de stroom. En zo kan het apparaat in een mum van tijd werken. Eigenlijk kun je de machine in een uur helemaal aangesloten hebben en daarin wonen, werken en slapen.